Het leven heeft Mr. Voetbal fors te pakken gehad. Die vrouw kan nooit meer zien, nooit meer ruiken, nooit meer horen. Wordt ook nooit meer wakker. Op zoek naar de drijfveren van een provocateur met een klein hart. Ja, hij is hartstikke bang, alleen laat het niet blijken. Op zijn beurt boezemt hij anderen weer angst in. Er ging een lichte huiver door de zaal als hij ergens binnenkwam. In profiel, Johan Derksen. Provo tussen profs. De voetbalclub Cambuur in Leeuwarden houdt een reunie. En heeft Johan Derksen, hoofdredacteur van het populaire weekblad VI, Voetbal International, gevraagd om een stukje te schrijven voor het feestboekje. Derksen heeft van harte ja gezegd. Ook al omdat hij in een grijs verleden zelf bij Cambuur voetbalde. Derksen heeft, vindt hij zelf althans, een leuke nostalgische bijdrage geleverd. Maar hij kon het toch niet nalaten om in het stukje ook terloops een sneer te geven aan het huidige management van de club. Cambuur wordt geleid door een luchtfietser die er helemaal niets van begrijpt, zo heeft Derksen in geheel eigen stijl gemeld. Een telefoontje uit het hoge noorden. Hallo. Nee, hoor, maakt niet uit. De reuniecommissie van Cambuur belt in opperste wanhoop of dat ene zinnetje er alsjeblieft uit kan. Er volgt een lange stilte. Nou, dan ga ik niet door. Ik laat me niet chanteren voor een of ander lullig krantje in Leeuwarden dat ik teksten eruit moet halen. Wat is het nou voor man, Johan Derksen? Dat is een hele gecompliceerde man met meerdere kanten. Nee, stuur het me terug, dan gaat het niet door. Hij is een machtig man in de voetballerij. Valt niet over te praten. Nee. Oh jee, nee, ik denk er niet aan, zeg. Wat een kleuterschoolgedoe om een of andere Hans Worst die daar toevallig manager is en die in Amerika alle dingen gedaan heeft die hevig overdrijft. Hij kan reputaties maken, breken. Ja, je kunt lullen tot je een ons weegt. Of het stukje gaat zo mee, of je stuurt het maar terug. Ik vind hem heel gezellig. Heel sociaal, heel warm. Aan de ene kant. Nee. Jij gaat geen andere woordjes verzinnen voor mij. En hij heeft buien en is hij me onaangenaam, asociaal en vooral niet warm. Jawel, maar ik heb niet zoveel boodschap aan jouw problemen. Dat kan ernstig verschillen bij hem. Dat kan van de ene op andere moment kan dat veranderen, dat karakter van hem. Ik laat mijn oren liever niet hangen naar hobbyisten, snap je? Ik 40 jaar in dit vak zit. Ik vind hem iets van Theo van Gogh weg hebben. Ik bedoel, die kon niet, daar ging je wel eens mee eten. En als je ging nog een keer eten, dan ging met Maarten Spanje nog een keer eten. En dan zei Maarten altijd, nou, 4 keer eten. Het werd het gezellig en vonden we ook dat we bij elkaar over de vloer moesten gaan komen. En toen zei Maarten, nou, nu kan je het moment afwachten dat je dadelijk een keer de Volkskrant of wat dan ook de revue of openslaat. En er een column staat waarin je werkelijk tot onder je Achillespees afzaagt. En toen zei ik, ja, maar Maarten, waarom doet hij dat dan? Ja, hij wil gewoon niet aardig gevonden worden. En dat heeft Johan Derksen ook een beetje? Ja, dat denk ik wel. Het is wat, hè. Het is wat. 1 zinnetje over de manager van Cambuur, het is wat. Als jullie geen grotere problemen hebben dan Leeuwarden, dan komen jullie de winter wel door. Soms gaan de verdachtmakingen of de beledigingen zo ver dat je wel eens afvraagt van God, als het mij nou zou overkomen, zou ik misschien wel naar de rechter stappen. Een soort sadomasochisme heeft hij. Ik bedoel, anders als er over de Haagse supporters gesproken wordt, ja, dan geef Johan gelijk een mening waarvan ik denk, oh jee, daar staat morgen weer een ME-bus voor de deur om hem een week te bewaken. Dat soort dingen gebeurt? Ja, dat soort dingen gebeuren, ja. Dat soort dingen gebeuren. Je zou kunnen denken bij jezelf, ach, laat gaan. Maar ja, hij vindt dat toch leuk. Dus ik wens je veel wijsheid met je beslissing. Maar als het stukje er verminkt in staat, dan breekt de pleuris uit. Oh, I wish I was in a land of cotton. In Johan Derksen vechten 2 passies om voorrang. Voetbal en muziek. Als baas van VI geldt hij als een nogal compromisloze bureauchef. Maar elk jaar ontsnapt hij, weg van de voetbalgekte, naar Amerika. Op zoek naar de roots van blues, jazz, country, Americana. Sentimentele muziek uit zijn jeugd. Oh, I wish I was in. Hij houdt nog steeds van de muziek uit die tijd. Hij houdt van de artiesten uit die tijd. Hij houdt van de voetballers uit die tijd. Dus in dat opzicht getuigt het nog een beetje als iemand die in het verleden leeft. Hij heeft ook nog een beetje dat haar uit die tijd, hè?
Ja, nou is niet helemaal aan mij om daar een opmerking over te maken. Maar want toch. Ik wou dat ik het haar die tijd had. Maar ja, hij is gewoon een beetje van die tijd. Ook dat je alles tegen elkaar kon zeggen. Vrij. Maar aan de andere kant, dat is weer het merkwaardige aan Johan. Is hij ook wel weer erg keurig, erg correct, erg netjes. Ik ben altijd stom verbaasd als ik bij hem op zijn werkkamer kom. En daar staat alles staat zo precies keurig op volgorde. Als je zijn handschriftje ziet. Zo'n keurig, truttig, netjes handschriftje. Een keurige Provo. Ook bij hem thuis ziet het er opvallend geordend uit. Wanden vol met duizenden alfabetisch gerangschikte cd's. Johan Derksen, wat drijft hem? Hoe groot is zijn macht in de voetballerij? En vooral, waar komt die eeuwige neiging om te provoceren toch vandaan? Want zo leerde Nederland hem toch kennen. Dwarse voetbalanalyticus die zich in columns en praatprogramma's wekelijks schrap zet om het ongenadige oordeel te vellen over spelers, clubs, trainers en officials. Feyenoord heeft de supporters in de steek gelaten. Die supporters Feyenoord niet. Dat AZ moest zich hier niet druk om maken. Die moeten zich doodschamen dat ze dat Excelsior niet van dat de mat gespeeld hebben. Dat... Het is de beste B-acteur ter wereld. Peter Bos heeft hem, toen hij dat trainer was, een oor aangenaaid. Louis moet met één ding oppassen. Hè? Niemand in dit land heeft wat tegen AZ. Typerend voor het orakel Derksen was ooit de uitzending waarin Željko Petrović aanschoof. Destijds onder Ruud Gullit assistenttrainer bij Feyenoord. Derksen had eerder deze Petrović bestempeld als een babbelzieke Joegoslaaf die door niemand in zijn omgeving serieus werd genomen. Moet ik jullie uit elkaar halen vanavond of kunnen jullie zo naast elkaar zitten? Want je bent wel een beetje boos op hem, begreep ik, hè? Ik kan wel tegen kritiek, maar moet wel een beetje op niveau zijn of een beetje netjes. Zijn enthousiasme, dat grenst een beetje aan hysterie. En dat vind ik een beetje doorslaan. Ik vind het de grootste demagoog van de voetballerij. Hij zegt allemaal leuke dingetjes, omdat hij wil scoren. Hij lult dan één stuk door. Als ik dan zie dat hij in de Feyenoordkrant over zijn baas Gullit zegt... dat hij, als de nood aan de man zou komen, een nier zou afstaan... dan denk ik, ja, dat gaat wel erg ver. En de spelers zijn daar volledig op afgeknapt. Die vinden hem ook een geweldige slijmjurk. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Kijk, ik zeg het niet achter zijn rug. Nee, hij zat er gewoon naast en hij had mij van repliek kunnen dienen. Maar hij heeft de hele uitzendingsmond niet meer open gedaan. Kijk, je kan van Johan zeggen wat je wil. Ik ken hem 33 jaar. Ik heb hem in die 33 jaar nog nooit over Petrović gehoord in de auto. Echt. Als wij het land ingaan, ik hoor hem nooit over Petrović. Ik heb hem één keer over Petrović wat horen zeggen waar hij bij zat. Dat vind ik wel leuk. Johan zegt dat jij niet serieus genomen wordt door de spelers. Ervaar je dat zelf ook zo of niet? Nou, wacht even. Niet serieus genomen. Dat zeg je net. Ja, nee. Ze worden dus helemaal horendol van hem. En ze storen zich geweldig aan het geblaren en de coaching vanaf de bank door hem. En dat vind ik heel voorspelbaar. Want dat heb ik dus voor het seizoen toen ze hem aannamen, heb ik dat voorspeld. Een babbelzieke Joegoslaaf. Hij praat te veel. Hij is te druk, te nadrukkelijk aanwezig. Daar houden voetballers niet van. Nee. Ja, maar goed, als iemand babbelziek in deze land, dan is dat Johan. Dat is heel duidelijk. Die eerste plaats wordt nooit overgenomen. Man zit daar gewoon bij. Ja, en slaat hem straks daarna weer op zijn schouder. Ik denk zelfs dat na de uitzending in de gangen niet tot de slaande ruzie heeft geleid. Hoewel Petrović bekend staat als een opgewonden standje. Maar dat Petrović dat ook nog helemaal niet zo erg vond. En waarschijnlijk zich ook realiseerde van... ja, maar als Voetbal International mij geen ruimte meer biedt... om mijn verhaal te doen... dan zou het wel eens erg lastig kunnen worden om een club voor mij, om een club te vinden... na de periode in dit geval bij Feyenoord. Jij mag wel mening hebben, dat zeg ik ook. Ja, ik mocht zeggen of het goed was, zei je net, ja. Of slecht. Nou, ja, ik vond het slecht, want je lult te veel. Hij kan iedereen beledigen... Maar niemand wordt echt boos. En is dat omdat ze van hem afhankelijk zijn? Dat is omdat ze afhankelijk zijn van goede kritiek in Voetbal International. Ik geloof daar niet in, hoor. Ik vind niet dat wij zoveel macht hebben. Ik kan me toch haast niet voorstellen als ik een column schrijf... dat een bepaalde man niet functioneert of slecht functioneert... dat de beleidsbepalers bij die club 's avonds de ontslagbrief uittikken. Ik geloof daar niet in. Ik heb er zelf een keer bij gezeten bij Robert Maaskant. Dat hij tegen Robert Maaskant zei, weet je wat jij nou moet doen? Jij moest wat minder de stad ingaan.
En je moest wat eerder naar bed gaan. Niet elke keer tot 4 uur. Zo'n lekker voorbeeld voor je spelers. Nou, die jongen die begon echt het zweet. Ik zag hem overal nat worden. En toen dacht ik, het was zelfs momenten dat ik dacht, ja, Johan, niet doen. Je stopt nu. Dit kan toch niet. En dan ging die door. Nou, maar het is... Zullen we het even laten rusten, heren? Want ik ben heel rustig. Nee. Nou, ik sowieso. Ben... Maar we gaan er zo even over door. Daar heb ik hier een stuk geschreven over Riemer en Arnie. Riemer van der Velde en Arnie. De voorzitter van Heerenveen en zijn vrouw. Dat Arnie zich gewoon maar bezig moest houden met dameskorfbal. Weet je, dat leuk was. Maar voor de rest moest ze mocht dan nog naar het voetbal kijken, maar voor de rest niet. Toen heeft Heerenveen hem een 5-jarig stadionverbod gegeven. En toen was ik voor het eerst weer een half jaar geleden in het stadion van Heerenveen met hem. En als je dan meemaakt hoe aardig die mensen hem vinden, Arnie en Riemer. Hij kan buitengewoon goed omgaan met mensen die eerst met de grond toe heeft gelijk gemaakt. Ik bedoel, hij is elke dag welkom. Terwijl hij ze helemaal aan gort had geschreven. Ja, maar hij is daar welkom. Hij mag komen eten, hij mag blijven slapen. Dat is een beetje de rol van Tuil Uilenspiegel, zou ja, ik zeggen. Dat is het. Ja? Dat is het, ja. Johan die van alles zegt in die programma's, daar moet je ook nog wel zeker lef voor hebben, toch? Het is geen lafaard. Het is geen lafaard. Je hoeft geen lafaard te zijn om bang te zijn als een paar hooligans op je afkomen. Nee, maar kijk, ik bedoel, als hij bij Den Haag is, gaat wel het hele vak zijn naam scanderen. Weet je wel, ik bedoel, als een heel vak je naam gaat scanderen, dan, hè, dan zijn het er wel 6000 die bij je auto kunnen staan, hè, Fons? Het zijn er geen 2. Natuurlijk heeft hij problemen gehad met mensen die hem wilden bedreigen, of niet in Den Haag bijvoorbeeld, ridicule. Maar het is wel in de orde geweest dat mensen Derksen op wilden zoeken en zo. Dat belet hem dan toch niet om waar dan ook en wanneer dan ook gewoon weer hetzelfde kunstje te doen. Ik vind het wel lef hebben als je dat doet. Ik zou het niet doen. Ik probeer het met een grapje af te doen. Kijk, Johan zegt dat Feyenoord supporters dat niet kan. Wat niet kan? Nee, dat het niet kan wat ze allemaal doen. Ja, als ik in de Kuip zit en dan gaan er 60.000 roepen... Temming, je moeder is een hoer. En die vent van de radio vraagt wat ik daarvan vind. En dan zeg ik ja... Als zoveel het roepen, zou er wel een kern van waarheid in zitten. Ik bedoel, dan weet je in ieder geval dat je weer gewoon in je auto kan stappen en naar huis kan rijden. Niks aan de hand, weet je. Hij is niet bang. Ja, hij is hartstikke bang, alleen laat het niet blijken. Als hij eenmaal zit voor de camera of achter zijn computer, dan gaat hij toch weer gewoon Derksen zijn. Ik vind het toch ook wel te ver gaan dat ik de afgelopen jaren voor RTL naar wedstrijden ben geweest met bodyguards. En dat ik thuis politiebescherming gehad heb. En dat hier de ruiten ingegooid worden. En dat de voordeuren dichtgeplakt worden met extreme teksten en bedreigingen. En dat ik soms in forums zit en dat er dan ME in de zaal is. En dat ze me begeleiden. The flowers are all dying. Hij wordt geboren in een protestants-christelijk gezin in Heteren in de Betuwe. En hij zegt aan die jeugd weinig plezierige herinneringen te hebben. Derksen is de zoon van een strenge politieman. Mijn vader was adjudant van politie, maar dat was hij helaas thuis ook. Wij hoefden er nog net niet 's ochtends bij het ontbijt op een rij te gaan staan en rechts te richten voordat we konden aanvallen. Maar het scheelde niet veel. En ik droomde van een carrière als drummer. En hij had hele andere ideeën. En toen op een gegeven moment ben ik maar gaan voetballen om uit huis te zijn. En op zijn sterfbed weet ik nog wel, dat zal ik nooit vergeten. Toen hadden we een gesprek en toen zei hij... hij was toch heel tevreden dat hij me bij die muziek weggehouden had. Want nu had ik toch maar een keurige baan. Dan vind ik dat niet meer het moment om een heftige discussie op te zetten. Toen heb ik alleen gezegd, goh, als er ooit een volgende keer komt, zou ik dan zelf mogen kiezen. En dat was eigenlijk het laatste gesprek wat we gehad hebben. Was je enig kind? Ik was enig kind, ja. Ja. Somebody will know someday. Als Johan in de puberteit is, verhuisde de familie Derksen naar Drenthe. En daar stuitte de jonge man, die het thuis niet naar de zin heeft, op de man die zijn grote idool zal worden. Harry Musquet, QB. QB van de Blizzard. Wat doe jij hier, man? Even kijken. Ja, even kijken en even luisteren. Ja. En even de mensen een beetje cultuur laten opschuiven. Ja. Ah, het is leuk dat je bent, man. Why you walk out of me. Wat voor jongen was het?
Ja, toen was hij nog bedeesd en hij keek erg tegen ons op en zo. Want wij waren natuurlijk, moeder zou je dochter thuis en zo, zo'n band waren we gewoon. Maar dat vond hij natuurlijk heel interessant, want hij mocht thuis niets. Drummer zou Johan Derksen dus nooit worden. Wel trekt hij een lengte van decennia met QB op. Hij wordt veel later zelfs de manager van de band. De blues als ontsnappingsroute. Eigenlijk is muziek het enige wat me echt emotioneert. En ik hou dus absoluut niet van vrolijke muziek. Het kan mij niet zwaarmoedig genoeg zijn. Ja, hij heeft natuurlijk ook een moeilijke weg afgelegd en zo. En hij is al een eenling ook. Ja. Hij komt al op jonge leeftijd op de voetbalschool van Go Ahead in Deventer. Een vlucht van huis. En hij wordt zowaar profvoetballer. Bij onder meer Cambuur, Veendam, MVV en het keurige Haarlem. Ik was supporter van Haarlem en ik herinner mij nog de dag dat Johan Derksen zijn debuut maakte aan de Jachijse Kade. Dat leidde op de tribunes tot enige verbijstering en ook ongeloof, omdat wij iets zagen wat we als jongens nog nooit hadden gezien. Haarlem was een keurige middenstandersclub, speelde keurig verzorgd voetbal. En plotseling stond daar iemand met lang haar, linksback, die de tegenstanders over de reclamebord schopte. Daar was hetzelfde in het veld als dat die nu is. Gewoon rigoureus, zonder na te denken. Zoals hij voetbalt zal hij later ook schrijven. Ook de journalist Johan Derksen gaat er aanvankelijk met de zeis over. Wij zijn natuurlijk samen heel vaak op stap geweest om het maken van reportages voor Voetbal International. Dan hadden we gezellige muziek in de auto en dan zongen we voluit met z'n tweeën. Dat was echt van hier naar Kerkrade 2 uur de muziek van de 60 jaren zingen. En dan kwam je binnen daarna ergens bij iemand die je moest interviewen. En dan had ik nog een beetje die leuke gezellige stemming over. Maar Johan ging meteen over tot de harde werkelijkheid en pakte dan meteen het slachtoffer bij de keel. Ja, hij was spijkerhard en meedogenloos. Wat je nog terugziet in zijn column, dat had hij als journalist ook. Er ging een lichte huiver door de zaal als hij ergens binnenkwam. Lang geldt Voetbal International als een kritisch voetbalblad en Derksen als de meedogenloze terrier. In de jaren 70 onthult hij zelfs een opzienbarende zwart geldaffaire bij FC Groningen. Het hele bestuur, inclusief voorzitter Renze de Vries, wordt veroordeeld. Opmerkelijk, 30 jaar later heeft Derksen er moeite mee. Als ik zie wat er uit voortgekomen is, dan denk ik wel eens van, was dat het allemaal waard? De voorzitter van FC Groningen was een succesvol zakenman. Die is door die affaire eerst de gevangenis ingedraaid, is helemaal eronderdoor gegaan, is zijn hele business kwijt. Die woont nu met zijn vrouw ergens op een bovenwoningje in een dorp in Drenthe. De penningmeester die had een scheepswerf, die is failliet gegaan. En de secretaris die heeft in huiselijke kringen traumatische dingen meegemaakt. Omdat de mensen het allemaal niet konden verwerken. Moraal van dit verhaal? Ja, moeilijk. Toen was de keus niet moeilijk. Nu, met al mijn levenservaring erbij, weet ik niet of ik nu toe zou staan dat een journalist van mij hetzelfde zou mogen publiceren, omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn. Journalistiek gezien is het lulkoek wat ik verkondig, maar uit menselijk oogpunt vind ik dat dat verhaal zoveel tragedies heeft opgeleverd, dat ik denk van, goh, ik zal er nu moeite mee hebben. Nou, er is serene rust op onze fotoredactie. Kijk, hier wordt ook gewoon gerookt. Want de chef van de fotoredactie is kettingrookster, mag ik wel zeggen. Tineke, ex-keeper van het Nederlands dameselftal. Ja, Johan, ja? Kan die wel weer. En een van de meest begeerde vrijgezellen van de Jordaan, geloof ik, Tineke. Ja, Johan. Van de journalistieke terrier Derksen is met uitzondering van zijn columns niet veel meer over. Het ziet er dus mooi in evenwicht uit. Voetbal is amusement geworden, vindt hij. Hij werkt keihard. Hij begint als eerste en hij eindigt als laatste. Ja, ik hoor net dat je geen visum nodig hebt voor de Oekraïne. Dus dan kun je gewoon gaan wanneer je wil. Hij leeft voor de oplagecijfers en geen misverstand wie hier de baas is. Verslaggevers worden met laatste instructies op pad gestuurd. Tussendoor nog even wat opname voor de website. Onder tijdsdruk schrijft hij daarnaast een column van die week.
Een snelle hap en dan als de wielen weer gaan naar Hilversum, waar hij de voetbalactualiteiten zal becommentariëren. Dit is het leven van een verslaafde. Even kijken wat we hiermee doen. Wat erop neerkomt is dat na het Bosmanadres en alle... Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times that are not forgotten. Look away. Op zijn 41ste neemt het leven van Johan Derksen een dramatische wending. Als hij zijn eerste vrouw na een val van de trap in bewusteloze toestand aantreft. En dan denk je, goh, iemand is van de trap gevallen, dat kan. Die heeft een hersenschudding of een gebroken arm. Dus ik heb de huisarts gebeld en die man die kwam. En ik zag aan die reactie van die man dat dat ernstig was. Want die belde het ziekenhuis en bestelde meteen een chirurgisch team. Dus met loeiende sirene weg. En intussen heb ik mijn dochter uit bed gehaald en mijn kennissen ondergebracht. En ik ben ook naar het ziekenhuis gereden en daar stond zo'n piepjonge dokter in een spijkerbroek en t-shirt te wachten, die waarschijnlijk dienst had en ergens van een feest geplukt was. En die zei, gaat u even zitten. En die vertelt je dan, je komt net binnen van, uw vrouw kan nooit meer zien, nooit meer ruiken, nooit meer horen, wordt ook nooit meer wakker. En we houden haar kunstmatig in leven. En ja, dan sta je natuurlijk wel even gek te kijken. Als je tot dat moment heb je nooit tegenslag gehad en heb je alleen maar druk gemaakt of er met de punten achter of naar voren gespeeld werd. En na een week werd ik uitgenodigd bij een team van artsen. En ik moest een familielid meenemen. Ik mocht dat niet alleen. En dan moest je beslissen of de knop om moest. Ja, dan weet je niet wat je meemaakt natuurlijk. Dan zegt zo'n arts van, wilt u zelf de knop omdraaien of moet ik het doen? Nou, ik zeg, doet u het maar. En hij draait dan zo'n knop om en dan geeft hij je een hand en zegt hij gecondoleerd. En dan sta je dan op je 41ste met een kind van 12. Dan leer je wel op een hele harde manier relativeren, moet ik zeggen. Well, morning's come. Ik denk dat het een wanhopige man was. Die natuurlijk altijd ook door zijn vrouw mocht leven voor zijn werk en voor zijn hobby. En toen plotseling aandacht moest geven aan een tal van andere zaken die hij niet beheerste. En hij was op zoek naar hoe kan ik dat het beste oplossen. En daar maakte hij af en toe inderdaad een wat desolate indruk bij. Wat hem voor mij kwetsbaar maakte en aangenaam. Hij deed ook zijn stinkende best voor om het op te lossen. Ik vond het wel de goede kant van Derksen. En ik heb toen zo'n periode gehad dat ik dacht van, joh, zou ik me ooit nog druk kunnen maken om voetbal? En joh, gelukkig kwam de tijd weer dat je druk ging maken om voetbal. Dus toen ging het weer goed met je waarschijnlijk, hè? Hij is milder geworden. En dat provoceren moeten we in de meeste gevallen toch met een korreltje zout nemen, zegt Derksen. Sterker nog, de hoofdredacteur van Voetbal International maakt er geen geheim van dat zijn blad inmiddels volkomen naar de pijpen danst van voetbalwereld en commercie. Alles wat in onze krant staat wordt eerst gelezen en goedgekeurd. En maak je die afspraken van tevoren niet, dan krijg je geen afspraak meer. Die journalistiek, dat zegt Johan zelf ook wel eens, dat is natuurlijk ook gedaald tot een nulpunt. Als jij een interview hebt met Zeedorf, dan moet en de hele familie van Zeedorf, die gaat het eerst lezen, maar die kunnen niet lezen. Dus dat wordt een hele langdurige kwestie wordt dat. Dan gaat het interview daarna naar de advocaat van Zeedorf. Nou, die hebt het druk. Dus ja, die gaat ook, die laat het ook weer. En voordat je weet, ben je 10 weken verder. En dan mag, en dus niet meer gedateerd, een interview van 10 weken geleden mag dan eindelijk in de VI. Gaat het echt zo? Nou ja, dat moet je maar aan hem vragen. Zo gaat het echt. Ja, ik heb dramatische voorbeelden. Want ook bij de B-categorie, bij de jonge jongens die nog niet zo bekend zijn, krijg je dat al. Ik had een verslaggever naar Sprokkel gestuurd van Vitesse. Sprokkel? Ja, Sprokkel van Vitesse. Dat interview is op... Verdediger van Vitesse. Verdediger van Vitesse, ja. Als ik hem op straat tegen zou komen, zou ik hem niet herkennen. Maar dit zijn dus de veranderingen van Sprokkel. Dit moet er allemaal uit. Hier heb je nog wat veranderingen. Hij heeft wel eens tegen mij verteld, toen Davids bij Juventus speelde, dat als Davids nu
op de mail zegt... ik geef de VI 5 minuten de tijd om een interview te doen. Hij zegt, René, dan laat ik gelijk 2 jongens er naartoe vliegen. Terwijl als Johan een interview met mij deed in Zwitserland... kwam hij een week. En ik bedoel, dan liep hij een week met mij mee. En dan vertelde ik verhalen dat ik met een vibrator op door de kleedkamer had gelopen. En dan zei ik, Johan, maar dat niet opschrijven. En dat was dan de kop, weet je wel. Dit is de eindredactie. En deze mensen zijn niet te benijden. Want die moeten al die veranderingen die al die spelers en trainers aanbrengen... moeten ze daadwerkelijk met de pest in hun lijf uitvoeren. En van de redacteuren al het D's en T's voet zetten. Dus die maken overuren, Tom, hè? Het is de Bijbel in voetballand, tegelijkertijd de Donald Duck voor de volwassen man. Dirk Kuyt is nu de cover omdat hij met Liverpool de Champions League finale speelt. En Dirk Kuyt is natuurlijk de ideale schoonzoon, de troetelbeer van Nederland. Ja. En dat is een uitstekende jongen voor de cover. Op de cover altijd een bekende kop. Ja, voor de losse verkoop. Ook al... heeft die bekende kop binnen het blad nauwelijks iets te zeggen... of wordt hij misschien wel helemaal niet geïnterviewd... of een heel kort stukje, een klein telefoongesprekje of wat. Maar zo verkoop je bladen. Kuyt is die week wel geïnterviewd. Maar dat kon alleen omdat zijn sponsor het nodig vond... om de topvoetballer aan de bladen aan te bieden. Een interview met Kuyt wordt aangeboden door Adidas. Die wordt eigenlijk aangeboden door Adidas. En dan heb je als enige verplichting deze foto erbij. En dat heeft dan weer te maken met de bal die van Adidas is. Dat soort dingen spelen allemaal een rol. En deze foto ga je ook afdrukken in Facebook? Dat is het enige wat je moet doen. En naar dit soort commerciële dingen moet ik dus luisteren. Want anders hebben mijn lezers geen dubbel interview met KK en Kuyt. En ik ben er niet trots op, maar het is de realiteit. Johan is in een lastig pakket terechtgekomen. Een spagaat bijna. Hij is geen journalist meer, hij is blademaker geworden. Hij is hoofdredacteur geworden. Hij heeft zich voorgenomen, dat moet je denk ik doen als hoofdredacteur... om zoveel mogelijk blaadjes te verkopen. Ik word er doodziek van. En het wordt steeds erger. En ik heb dat nooit durven dromen toen ik gewoon journalist was. Want dan zag ik altijd de hoofdredacteur... trots achter zijn bureau zitten en die runde de boel en die had status in het bedrijf. En dan ga je daar zitten en dan denk je, mijn god jongens, dat mij dat allemaal moet overkomen. Je hebt eigenlijk niks te vertellen als ik het zo beluister. De mensen denken misschien dat ik invloedrijk ben, hoofdredacteur van VI, 2 keer in de week een grote mond bij RTL. Ik heb niks te vertellen. Vandaar die grote mond bij RTL? Ja, het is waarschijnlijk een beetje afreageren. En thuis heb ik ook al niks te vertellen, dus dat is de enige mogelijkheid om nog even mijn mond open te kunnen doen. Ja, en nou, een van de grappige aspecten van het ingewikkelde leven van Johan Derksen... is dat hij dat soort dingen ook altijd volmondig toegeeft. Hij heeft een keer in een interview gezegd dat hij zich tamelijk ongemakkelijk voelde... naar aanleiding van een verhaal wat een redacteur van Voetbal International publiceerde over AZ. En dan in het bijzonder een ruzie tussen voorzitter Dirk Scheringa en een van de spelers. Oscar Moens, de doelman, toenmalige doelman. Dat is heel ingewikkeld, het eindigde ook in de rechtszaal. En de VI-redacteur die maakte daar een verhaal over. En daarin werd min of meer duidelijk dat Moens toch wat meer gelijk had dan Dirk Scheringa. Toen heeft Dirk besloten om dat verhaal niet te publiceren. Niet omdat het geen goed verhaal zou zijn geweest. Maar omdat Dirk Scheringa een van de grote adverteerders is in Voetbal International. En ja, zo'n man die wil niet tegen zijn schenen geschopt worden. Dus toen is besloten om het verhaal... uit het blad te houden. Vind je daarvan? Nou ja, dat is wel een voorbeeld van... niet geheel onafhankelijke journalistiek, om het zo maar te zeggen. Daar was ik niet trots op. Ik reed 's avonds naar huis. En dan denk ik bij mezelf wel bij een geweldige klootzak van een hoofdredacteur. Maar ik had wel een paar ton verdiend. Zijn dat nou journalistieke deals op de rand van prostitutie? Nou, hij heeft mij wel eens verweten dat ik vanuit een ivoren toren mijn stukken schrijf over het voetbal, mijn columns. Omgekeerd zou je hem kunnen verwijten dat hij vanuit een peeskamertje opereert. Dus in die zin is het woord misschien wel op zijn plaats. Maar in al die jaren is dat ook het enige voorbeeld, hè? Dat is de enige keer dat dat echt zo voorgekomen is. En ik moet zeggen, het is natuurlijk niet juist. Maar als ik vandaag hetzelfde geval weer zou krijgen... denk ik weer dat ik voor die paar ton inkomsten zou kiezen. Want de desbetreffende journalist die wil ook graag een goede bedrijfsauto. Die wil graag een portable computer. Die wil een telefoon. Ja, dan moet je wel eens een keus maken. Ooit een genadeloze voetballer... Later een nogal meedogenloze journalist.
is hij nu een blademaker. En ook dat zonder pardon, zeggen ze critici. Want hoe leidt Johan Derksen VI? Ik was een dictator. Niet altijd een even verlichte dictator, maar wel met strakke hand. En zijn woord is wet. En het is niet een man die echt gelooft in het democratische model. Wanneer de jongens goed functioneren, ben ik een goede hoofdredacteur. En als ze niet goed functioneren? Ja, dan functioneer ik ook niet. En dan grijp ik in of stuur ik bij. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die die bijdrage levert voor het blad dit vol trots doet. Hoezo? Nou, omdat het vaak matige stukjes zijn over hele oninteressante onderwerpen. Opdrachten. Ja, moet dit, jij moet dat. Als iemand in de smaak valt, dan moet hij een jaar de eerste visie verslaan. Dan word je zomaar gedegradeerd. Ja, dat komt wel eens voor. Dat je mensen op het strafbankje van de eerste... Nee. Nee, maar ik vind in dit vak de grote reportages, die moet je verdienen. Kijk, en als iemand hem met de pet naar gooit, dan gaat hij niet naar de WK, maar dan gaat hij naar de nacompetitie van de eerste divisie. Dat is heel makkelijk, toch? Iedereen die bij Voetbal International heeft gewerkt, maar of is weggestuurd of zelf is opgestapt, die kan de meest gruwelijke verhalen vertellen over de manier van leidinggeven van Johan. Het grootste deel van de mensen die bij ons werken, die werken er al een jaar of 20, soms meer dan 30 jaar. Dus als ik dan zo'n verschrikkelijke potentaat was, dan hadden die jongens toch wel eens een keer ingegrepen, lijkt me. Hè? Vooral het opzeggen, dat is echt dat is legendarisch. Als je je baan opzegt bij Voetbal International, dan kan je beter meteen weggaan, want dan tijdt hij anders de deur uit. Het is dus één keer gebeurd dat iemand die kwam vertellen dat hij wegging, en dan ben ik daar heel makkelijk in. Dan zeg ik, joh, je hebt een opzegtermijn van 2 maanden. Maar pak je spullen, ga lekker weg. Je krijgt nog 2 maanden je salaris, maar ik heb niks meer aan je. Dat is Johan Derksen, de blademaker. Hij kan dat, denk ik, heel goed scheiden. Wacht even, we hebben hier te maken persoon, met... We hebben de persoon Johan Derksen, die charmant is en vriendelijk. En de blademaker, die meedogenloos is en overal een mening over heeft. Johan Derksen. Hij weet dat hij zijn journalistieke ziel heeft verkocht aan de commercie. En die andere ziel? Johan had eigenlijk misschien nog wel veel liever muzikant geworden en een goede dan voetballer of journalist. Ja? Ja, als ik hem zie en hoor over muziek, de passie waar hij daarmee over schrijft, denk ik dat hij dat eigenlijk nog veel leuker vindt dan het voetballen. En zeker veel leuker vindt dan het runnen van een blad. Somebody will know someday. Die andere ziel verlangt zelfs naar een ander land. Ik zou heel graag in Amerika willen wonen en we zijn nu aan het kijken waar. Hoor ik jou nou zeggen dat als je 65 bent dat je dit land verlaat? Dat ben ik wel van plan, ja. En wat zoek je dan precies? Nou, ik zoek vooral de muziek. Dus Johan Derksen goes United States op den duur? Dat ligt naar de lijn de verwachtingen, ja. Amerika, dat is voor mij de muziekhemel. But nobody will know someday.